En dat ik mijn plichten als wethouder naar eer en geweten zal vervullen. Ja, dat is klaar en Dank u uh, wel. Margreet Overmeen bakhuis van harte gefeliciteerd met uw benoeming uh, tot wethouder van de gemeente Almelo. Dank u wel. Dank u wel. Eervolle uh, functie en ik ben er echt heel blij mee. De, de belangrijkste vraag is natuurlijk, heeft u er zin in? Nou, volgens mij kunt u dat wel aan mij zien. Ja, ik heb er heel veel zin in. Ja. Wat waren uw belangrijkste overwegingen om te solliciteren in Anderloo? Mijn belangrijkste overweging, ja, ik, uh, ik, 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 ik hou van besturen. Ik ben eerder wethouder geweest. Ik vind het eigenlijk de mooiste baan die je kunt voorstellen. Je kunt echt iets betekenen voor inwoners en ondernemers. Nou, en dan komt er een vacature in een stad die je al je hele leven goed kent en waar je op tal van uh, manieren een binding mee hebt en een relatie mee hebt. En dan is het niet zo heel ingewikkeld om de stap te zetten om te solliciteren. Tijdens de raadsvergadering uh, dinsdag werden er door enkele raadsleden opmerkingen gemaakt over uw huidige woonplaats Wierden. En voor het ambt van wethouder geldt een woonplaatsvereiste. Hoe kijkt u daar tegenaan? Nou, raadsleden mogen daar inderdaad het een en ander over zeggen. De wet schrijft voor en, uh, dat, je, dat je in de woonplaats moet wonen. Uh, maar de wet geeft ook de mogelijkheid tot ontheffing daarvan. Um, ja, ik heb, ik heb aangegeven, ik woon ongeveer 800 meter van de, van de Wierdense brug af. Uh, wij hebben als gezin ook tal van relaties met de stad. Ik ken de, relatie, de, de stad heel goed uh, op, op allerlei manieren. Dus uh, nou, ik heb uh, eigenlijk geredeneerd dat we iets meer misschien naar de geest van de wet zouden moeten Leven. Maar dat is aan de raadsleden uiteindelijk zelf. En de meerderheid van de Raad heeft uiteindelijk besloten om mij die ontheffing te verlenen. En daar ben ik heel blij mee en heel dankbaar voor. En kijkt u dan al een klein beetje verder na 2026, wanneer de, de periode van het huidige college is afgelopen. Nou, volgens mij moet ik mij eerst maar eens even richten op de komende drie jaar en wat daarna gaat gebeuren, dat is onder andere ook gewoon aan de kiezer. Hè? Ja. Voelt u zich al een soort bruggebouwer tussen Wierden en Almelo? <laughs> ik voel me zeker een bruggebouwer, maar er is geen sprake van een fusie tussen Wierden of Almelo op dit moment. Welke portefeuilles heeft u allemaal? Oh, ik, heb een, ik heb een heel breed spectrum aan portefeuilles. Ik heb onder andere jeugdzorg, eh, kunst en cultuur, plattelandsontwikkeling, eh, riool en water, eh, afvalduurzaamheid en milieu, dienstverlening. Eh, nou ja, heel breed. Kortom, een heleboel. Als we er eentje uit mogen pikken, kunst en cultuur, wat heeft u daarmee? Nou, eigenlijk heb ik daar een beetje een zwak voor. Ik, ik, ik heb zelf altijd, en nog steeds, maak ik op, op vrij hoog niveau muziek. Ik houd heel erg van architectuur en kunst en dergelijke. Onze, mijn hele gezin heeft dat. Ja, de, ik vind het heel fijn om, om daar nu wat mee te mogen doen. En ik vind ook dat een stad als Almelo dat echt verdient. Uh, Twente heeft soms, ik gaf het gisteren ook aan bij de opening van, van de S-poorten wat ik heb mogen doen. We, we hebben als Twentenaren en, en de steden hebben daar zeker last van, soms een beetje neiging om ons erfgoed te verlogenen. En niet zo trots te zijn op al het moois wat we hebben. En we hebben heel veel moois te bieden, ook cultureel gezien. Zullen we dat merken dat u de komende jaren wethouder voor kunst en cultuur in de gemeente Almeloor bent? Ik hoop dat u dat gaat merken, maar ik hoop ook dat u gaat merken dat ik ook wethouder voor jeugdzorg ben en al die andere dingen waar ik voor sta. Dank u wel dat u de lokale omroep van Almeloor te woord hebt willen staan. En veel succes! Graag gedaan en dank u wel.